Igmar in de wereld van games. Ja, zeker. Dinsdagavond. En dus hier bij ons in de studio Florian van Power Unlimited. Goeie avond, man. Yo, goedenavond. Ja, yo, je zit er yo. Lekker gamerig in? Of, ik zit er altijd gamerig in. Is dat gamerig, yo? Is dat gamerig? Ja, trouwens. Yo. Ja, weet niet. Florian vind ik altijd het gameman. De gameman. Type gamer. Type gamer, ja. Alles wat hij doet is gamerig. Florian is gewoon gamer. Ja, hartstikke. Maar dat is hartstikke goed, toch? Of niet? Ik denk het wel, ja. In this line of work dat ik doe, is dat hey, man, goeie avond. Yo. Nou ja, brand los. Het laatste nieuws in Game. Ja, ik heb eigenlijk een beetje slechte nieuws eigenlijk deze keer. Vooral over, kijk, 2016, als we daar vast eventjes naar vooruit mogen kijken, wordt het jaar van de virtual reality. Ja. De HTC Vive komt uit, de Oculus Rift komt uit en PlayStation VR komt ook uit. Wordt fantastisch, mensen. Maar HTC zou eigenlijk eind dit jaar al uitkomen. Ja. Nou is dat bijna het geval. Het jaar is voorbij en dat ding ligt niet in de winkel. En HTC heeft nu ook laten weten van nou, we stellen hem uit. Oh. In ieder geval tot april 2016. En ik denk dat ze dat hebben gedaan omdat, kijk, eigenlijk Oculus, HTC en Sony, die wachten gewoon op elkaar nu. Ja, niemand durft als eerste zijn. Niemand durft als eerste een prijs te zeggen. Niemand durft als eerste een release datum te zeggen. Niemand durft als eerste echt de retail specs. Wie gaat er als eerst komen, denk je dan? Ja, ik denk Sony. Omdat, weet je, dat apparaat is zo ontzettend klaar voor release. Ja? Dat ik denk dat Sony er een maar beetje... Maar even, want we hebben hem hier wel eens in de studio geprobeerd. Hè? Dat is, dan kan je virtual gamen alsof je echt in die wereld bent. Ja. Gaan we, want jij zegt het wordt het jaar van virtual gamen. Gaan we dat echt doen? Volgend jaar al? Ja, zeker. Ja. Begin volgend jaar komen de drie dus uit. Nog voor de zomer. Ja, super vet. Echt. Ja. En ik ben fan. Sinds het eigenlijk is aangekondigd, heb ik allemaal developer kits op mijn hoofd gehad. Ja. Ik heb hier inderdaad zo'n ding meegenomen een keertje. Ja. Ik heb dus ook al de retails op mijn hoofd gehad. Dus die straks in de winkel liggen, die zijn echt nog een stap vetter dan wat jullie ook hebben gezien. Dat wordt een revolutionair jaar volgend jaar dan. Ja. Ja, en dit is, weet je, en dat blijf ik zeggen, dit is de natte droom van elke gamer. Ja. Weet je, midden in die game staan. Ja. Het is fantastisch. Echt fantastisch. En het komt er dus aan. En we hadden gehoopt dat het eind dit jaar al dus zou komen. Maar nog even wachten. Kleine inschatting. Wat denk je, wat gaat het kosten? Ja, dat is heel erg lastig. Ik denk dat de PlayStation VR wordt het goedkoopst. Ook omdat het natuurlijk voor de console is. En Sony kan moeilijk zeggen van we maken hem duurder dan de PlayStation zelf. Dus ik denk dat de PlayStation VR, en pin me er niet op vast alsjeblieft, maar ik denk dat die 299 gaat kosten. Als ik bijna 300 euro. Bijna 300 euro. En de Oculus Rift en de HTC, die worden echt nog wel wat duurder. Hey, maar even voor de PlayStation bijvoorbeeld uitkomt. Ja. Kan je dan elk spel spelen op de PlayStation met dat ding? Of worden daar weer speciale spellen voor? Nee, die games moeten voor VR opgebouwd zijn. Ja. Maar wat je wel gaat krijgen is dat er dus bestaande games, die dus al wel uit zijn, met een patch, dus met een update, ook geschikt worden voor virtual reality. Dus bijvoorbeeld, je hebt een race game, Drive Club. En zij hebben nu al gezegd van, nou, wij brengen straks een update uit. Heel zodat vet. Die game in virtual reality gespeeld kan worden. Zit je dus in first person in vette auto's. Ik zou het zo... Als je dan GTA of FIFA of zo gebruikt. Ja, wij noemen het. Maar ik neem hem zeker wel weer mee. Ja, als dat straks uit is, dan komt het helemaal goed, jongens. Ander nieuws dan. Een ander nieuwtje. En dat is ook eigenlijk heel erg lullig. Xbox One gamers zitten te wachten op de nieuwe Fable. Yeah. Fables zijn hele toffe roleplaying games voor de Xbox. Op de Xbox One is er nog geen game van geweest. Eigenlijk zou die ook al heel binnenkort uitkomen. Maar ook die is uitgesteld. Nou, het is positief nieuws vandaag. Ja, het is echt een beetje lullig inderdaad. Ja. Maar oké, nog één lichtpuntje dan. Ja, graag, ja. Eén lichtpuntje. Jongens, het is kerst. Dus waar je dan ook kijkt. Of is het nou Xbox Live, PlayStation Network, Steam of PC, weet ik wat. Overal zijn aanbiedingen. Oh, dat is lekker. Dus mocht je nou nog games hebben gemist dit jaar. Weet je, of dat je denkt van nou, die nieuwe game, die wil ik hebben. Ja. Houd het eventjes in de gaten de komende tijd. Want er zijn echt vette aanbiedingen te vinden. Nou, dat vind ik goed positief. Dat is nog een leuke afsluiting. Goed gedaan. En laten we het vooral even positief houden, want we gaan ook een game weggeven. Welke is dat vandaag? Nog beter dan goedkoper inderdaad. Skylanders Superchargers. Ja. En Skylanders is altijd een beetje apart. Het is gewoon een videogame, alleen zij... ze brengen er eigenlijk gewoon een soort van speelgoed bij uit. Dus de normale Skylanders games, daar krijg je bijvoorbeeld figurines van die kleine poppetjes krijg je erbij. En die kan je dan op een soort van, een plastic troon kan je die neerzetten. Ja. En dan komen die poppetjes dus in-game, in je game erbij. En al die poppetjes die hebben dus een speciale krachten bijvoorbeeld. Ja. Dus je hebt een poppetje die heel sterk is, je hebt een poppetje die heel snel is, enzovoort, enzovoort. Nou ben je een nieuwe... Skylanders Superchargers hebben ze gedacht van oké, klaar met de poppetjes. Ja. We gaan het met autootjes doen. En dan moet je ook echt autootjes... Dus je koopt zo'n pakket, daar zit gewoon de game in. Ja. En dan krijg je dus een paar van die speelgoedautootjes eigenlijk, zitten erbij. Die kan je dan ergens opzetten en die komen dan in je game, kan je ze dus gebruiken dan.
Maar waarom moet je dat dan los op bijzetten dan? Omdat dat leuk is. Oh. Nee, weet je, niet alleen Skylanders doet dit. Disney doet het met Disney Infinity. Er zijn nog een paar andere games. Ja. En al die characters, die poppetjes, die zijn rete populair. Ja? En er zijn er ook vaak dan, weet je wel, die niet zo heel veel worden gemaakt. Dus die zijn gruwelijk veel geld waard. En het is echt bizar. En dat is met deze game ook een beetje. Maar ja, buiten dat inderdaad. Het is vooral een hele leuke game om te spelen. Vooral met meerdere spelers. Dus het is echt heel erg tof. We gaan hem weggeven. Hoort een prijsvraag bij. Die is vandaag. Nou, Skylanders is eigenlijk een beetje een spirituele opvolger. Ja. Van een game met een heel bekend paars draakje. En daar kwamen echt belachelijk veel sms'jes binnen. Ik kreeg net ook een soort halve reprimande nog van Florian. Dat het belachelijk was dat ik niet wist hoe die draak heette. Ja, natuurlijk. Kan ja, niet. Dat kon niet. Ja, en ja. Luc, goedenavond. Goedenavond. Ik ben wel echt heel slecht hè, dat ik dat niet weet. Ja, nou slecht. Dat ligt eraf of je het zelf gespeeld hebt. Ja, ja, dankjewel. Inderdaad. Je bent nog lief. Ja, Luc, dankjewel. Ja, toch? Nou, dat vind ik inderdaad lief van je. Dan mag jij het antwoord geven, want hoe heet die draak? Dat draakje heet Spyro. Is het zo? Ja! Spyro is correct. En daarmee, Luc, score jij de nieuwe game Skylanders Supercharger. Die komt jouw kant op. Kijk, geweldig. Geniet ervan, hè? Ja, dankjewel. Zal wel lukken. En Florian, dankjewel. Tot volgende week. Zeker. Wel leuk trouwens, volgende week het jaaroverzicht in de wereld van games. Dat was weer de update. Wil je nou meer game nieuws zien? Check dan hieronder voor alle anderen in de wereld van games. Abonneer je altijd hier. En mocht je nou meer game nieuws willen, het allerlaatste game nieuws, dan weet deze man. Bijna naar pu.nl. Ja, doe maar. In een seconde was het toch? Ja, dat is goed. Goed, ik ga weer.